Drop it. Hey Jordi, ik ben Gretsun GY. Normaal doe ik alleen maar filmpjes in het Engels op mijn kanaal. Alleen ik dacht, laat ik Jordi eens uit de brand helpen. Want ik had jouw Let's Play gekeken, de laatste 99 was denk ik. En daarin zei je dat je bij je mob trap is een probleem, want er kwamen alleen maar er kwamen bones en strings en al die zooi en zo, maar ook rotte flesh en die wilde je helemaal niet. Want daar heb je helemaal geen reet aan. En dat is natuurlijk wel begrijpelijk, want aan rotte flesh heb je ook helemaal geen reet. Dus ik denk, laat ik je uit de brand helpen en laat ik hem dit machientje zien, waardoor je alle rotte flesh gewoon uit je chest kunt halen en kunt doen. Dus ik heb hier zo'n beetje een mob trap nagebootst, zo lijkt er best wel op, hoop ik. En dan zie je erop zo aan de achterkant waar de items, waar de mob zo vallen en dan doodgaan. Zo, dat moet deze hopper voorstellen. Dus wat er dan gebeurt, de items gaan erin en die gaan natuurlijk in de chest. Maar wat gebeurt er nou als er een flash in de chest komt? Dat zullen we zo zien. Rotte flash. Zie je, de rotte flash gaat meteen weer weg. En dat komt omdat hieronder deze chest nog een hopper is met een filter. Dus er zit hier overal rotte flash in, zodat er geen andere item in komt. En als die daarin komt, geeft hij een signaaltje af. En in deze minecart gaat het ophalen. En stopt alle rotte flash in deze. En als hij klaar is, stopt hij er gewoon mee. Dan kan de volgende rotte flash hier weer uitgehaald worden. Ja, dus ik wel een beetje heel het ding. Oké, dus hoe moet je hem bouwen? Nou, je hebt natuurlijk een bouwblok nodig. Eigenlijk 13 bouwblokken. Twee hoppers, twee chests heb je nodig, redstone dusts, 6 redstone dusts, een repeater, twee redstone toortjes, sorry, een powered rail, een normale rail, en deze, en een koperter, liever. Oké, dus je gaat eerst 4 blokken omhoog. Neem maar dat je dit eerst in je creative wereld bouwt. Dan 1 blok naar links. En daar plaats je je comparator. Dan nog 2 blokken uit. 2 redstone dusts. Een torch. En dan... Wow, die was echt scheef. Of een blokje onder die torch. Een blok en dan hier 4 blokken zo. Nou, 3 redstone dusts. En... dan een repeater en die moet op 4 staan. Dan doe je hier 3 blokken of 4 blokken zo. En dan hier een blok met een hopper. En een blok in diagonaal van die hopper zo. Power trail hier en daar. Normal rail in het midden en hier power trail. Nou, deze power trail moet altijd gepowered zijn. Anders werkt het niet. Maar jij hebt natuurlijk 1 minecart met chest nodig. Dus minecart met chest komt hier. En dan krijg je je chests. Die komen onder die hopper zo. Godsamme. Serieus. Zo. En dat is het eigenlijk wel. Oh nee. Je moet hier nog een torch onder zetten. Waar de repeater in gaat, daar zet je torch onder. Oké, dus dit is het. En dan natuurlijk voor je filter, zeg maar. Waar rotte flash nodig. Dus je hebt sowieso, even tellen, 22 rotte flash nodig. Dus dan doe je die helemaal overal in alle hopperslots. En hier doe je er 18 nog. Zo, 18. Oké, en waarom is die... weg. Kom hier. Dus als er nou nog 1 meer bij komt. Hoppa. En die wordt gestoord. Oké, ik zal even snel zeggen uitleggen hoe dit werkt. Hier heb je dus een hopper, maar deze filter zit alleen maar rotte flesje in. Dus er kunnen geen andere items in. Als ik bijvoorbeeld deze blok probeer erin te gooien, dan stuitert hij er gewoon op. Blijft hij liggen. Stuitert eraf. Als er dus nog 1 meer in komt, als hier 19 items in komen, dan geeft deze koperter 2 redstone signaaltjes af in plaats van 1, zoals hier kun je zien, is maar 1. Dan gaat deze redstone toortjes uit, deze
Redstone gaat uit, Repeater gaat uit, Torch gaat aan, Power Trails gaat aan. De Minecraft komt en pikt het item op die hierin zit. En die stopt hij dan in deze hopper en in deze chest die je dan kunt looten. Eén ding voor als je dit maakt. Ik zou deze chest dan zo naar de zijkant doen, want dan kun je dit zo zeg maar helemaal afsluiten. Want als je hem... Dit is natuurlijk een chest waar... Zo, hier komen al je mob, hier vallen al je mobs zo. Bots vallen in deze chest, alle items. En als je hem dan naar buiten brengt, dan kun je hem achter een muurtje zetten als je dan hier hopper doet. Want als je... Want hier kun je natuurlijk geen blokjes naast de dingen naast de hopper plaatsen. En hier ook maar twee. Zo. En dan krijg je al deze chest met minecartes. Dus dat is een goede manier om dit te doen. Oké, dus ik wil je bedanken voor het kijken van deze video, Jordi. Als je hem gekeken hebt natuurlijk. En ik hoop dat je er iets aan hebt en er iets mee doet. En tja. Doei, zou ik zeggen.